Zo groot als een telefoon. Dit is ook een beetje. Hè? Hij heeft een beetje koud, heb ik het idee. Nee, ik denk eerder dat hij bang is. Ik moet toch nog stiekem een knuisje ertussen zitten. Hè? Met zijn oortje. Volgens mij moet hij wat meer exercise hebben. Nee. Zie je dat? Met die pootjes. Ja, want dat de enige is. In ieder geval wat mij al opgevallen is, ook de eerste die ik hier neerzet. Hij is goed nieuwsgierig, dus... Ja, maar ik denk wel dat het de zwakkere weer is. Want ook de kleinste ook weer, hè? Ja. En voor de rest... Ja. Hij is absoluut niet bang. Zie je dat? Hup, 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 hup. Ook een kontje in de gaten. Gewoon een aandacht voor een kontje. Dat bedoel ik. Ik heb twee oortjes vast. En lief, hè? Ja. Ik zie het niet zo goed van hier. Maar ja, ik probeer het zo. Wat dat is die? Hè, liefie? Ja. Oh, sorry. Ik heb een lekker verbrand. Hij is echt lekker kalm ook. Ja, hij is best rustig voor zijn doen. Want dat is die, toen hij de ogen dicht had, je hoefde maar zo aan hem te komen. Spring en weer tik, weer spring. Die was echt mega onrustig eigenlijk. Even sorry, even Joost moet je filmen. Ik ben echt te cute gewoon. Ik hoop alleen niet dat hij op mijn hand gaat zwijken dadelijk. Nee, dat zal niet. Kom maar, dan gaan we weer lekker terug naar het mesje. Wat wil je nog even met...